Goedemiddag allemaal en welkom weer bij de familie Snijders. Het is maandagochtend, de kinderen en het appaskindje zitten alweer in de auto. Ik sta hier met de schooltassen en mijn boodschappenbriefje. Dus ik ga de kinderen naar school brengen. Dilana en Danny zijn vandaag vrij, dus Dilana gaat gezellig meer boodschappen doen. Dietje gaat gelukkig weer naar school, gaat gelukkig weer beter. Dus ja, op naar school en boodschappen doen. Wat doe je? Ga je mooi staan, hè? Mooi aan de tafel staan. Ja! Ah, konijntje. Kijk, Stampertje ligt alweer hier tussen het speelgoed. Kleine meid staat hier net ook bij, gewoon lekker te spelen. Nu staat ze hier tegen de stoel. En ik heb boodschappen gedaan. En ik heb even hier bij de Lidl boodschappen gedaan. Aangezien ik heel veel op voorraad had. Ik ga natuurlijk elke keer naar Duitsland en elke keer neem ik bepaalde dingen altijd gewoon standaard mee. Zoals appelmoes en weet je, boter en dat soort dingen. En aan het begin met, ja, dan heb je genoeg te staan. En andere houdbare dingen. Ja, dus ik had eigenlijk alleen maar voor het avondeten wat dingetjes nodig. Dus die heb ik even hier bij de Lidl gehaald. Maar hier bij de Lidl is het weer sparen voor knuffels. En ik heb er nu 5 gekregen. Waar is mijn tas? Oh, Milana. Even kijken. Milana hangt aan mijn been. Ja. Yeah. Dat kan je lekker niet zien. Oh, ik kan het hier wel zien. Jullie kunnen net de bovenkant van haar hoofd zien. Maar goed. 5 stickers weer. De eerste 5, want het is vandaag begonnen. Dus die gaan we plakken. Nee, Milana. Milana wil ook kijken. Ja. Nee, blijf jij maar daar beneden. Ja, ik ga zo weer met jou spelen. Ik ga zo even wat eten. Gaan we zo even wat eten? Hamme, hamme, hamme. Oh ja. Hamme, hamme, hamme. Nu zijn het dus safari minis. Een nijlpaard, neushoorn, leeuw, olifant, giraf, mandril, zebra, buffel, struisvogel en hyena. En nu komt ze aan deze kant. Zij loopt nu hier. Daar, zie je de bovenkant van haar hoofd? Daar, haar haren. Ze loopt achter mij langs. Maar goed, gaan we even wat eten, Milana? Ja? En dan komt ze weer aan deze kant. Daar, zie je het? Ja, gaan we lekker wat eten? We gaan wat eten. Ik weet niet of jullie het aan mij kunnen zien. Maar ik heb net nog... Ben ik wit in het gezicht of valt het mee? Ik ben in ieder geval niet zo heel lekker te pas. Ik heb al een paar keer overgegeven. Ik denk dat Daniel me gisteren heeft aangestoken. Want die was gisteren ziek. Die heeft gisteren de hele dag lopen overgeven. En ik denk dat hij me heeft aangestoken. Hij is gelukkig nu alweer beter. Dus als ik hetzelfde heb, dan is het morgen, hoop ik, weer over. En dan hoop ik wel, want morgen is dinsdag en dan heb je woensdag tot op vrijdag. En dan is Danny jarig, dan wordt hij 40. Dus dan hoop ik niet dat ik ziek ben. Maar, ja, sorry, ik ben nog niet echt ziek. Het is gewoon, ja, mijn maag draait. En ik had ook hoofdpijn. Die is op dit moment eigenlijk aardig weggezakt. Maar ik heb net ook nog even gauw gedoucht. Mijn haar is ook nog een beetje nat. Eigenlijk moet ik mijn haar feunen. Om het goed te krijgen. Maar daar had ik echt geen zin in. Dus ik denk dat ik daar vanavond nog maar een keer ga douchen. Om het aan te feunen. Het is nu 2:10. En om 6:15 zijn ze vrij. Ik heb echt letterlijk net nog boven de wc gehangen. Oh, en ik werd echt raar gewoon. Ik kreeg gewoon iets van een zweetaanval. Ik weet het niet. Het was heel apart in ieder geval. Ik heb echt even mijn trui gedaan, de achterdeur los gedaan. Ja, maar goed, dat is ook weer weg. Dus ik hoop dat dit het was. Dus
Sorry, Daniel heeft gisteren ook een paar keer opgegeven. En dat is nou ook weer voorbij. Dus hopen dat het nou zo blijft. Gelukkig zijn Dilana, Daniel en Danley thuis en kunnen mij die dus ook helpen. Dilana is al de hele dag lekker met de kleine meid bezig. Dus dat geluk heb ik daar wel, dat hij vandaag thuis is. Maar goed. Nou, ik dacht dus vanmiddag dat hij aan het opknappen was toen ik hun ging ophalen van school. Maar dat bleek echt niet zo te zijn. Toen ik thuis was, toen heb ik, nou, ik weet niet hoe vaak, nog overgegeven. Zere benen, zere rug. Dus ik heb alleen maar op de bank gelegen. Dus ik ben blij dat Dilana en Daniel en Danley in huis waren om te helpen. Daniel en Dilana hebben gekookt. We hadden vanmorgen een verspakket gekocht van groene curry. Dus die hebben hun lekker gemaakt. Daar zat je alles stap voor stap op. Dus dat scheelt. Dilana en Danley hebben lekker afgewassen. En ja, nu is het hier dus rustig, want ze zijn lekker naar boven. Daniel die is weg, die moet volgens mij leren voor zijn autotheorie. En Danny is even met Destiny naar de winkel om nog iets te eten te halen voor mij. Want ja, warm eten hoef ik nog niet. Maar ik wil wel iets van cornflakes of zo, dat ik wel iets eet. Maar ja, zeg ik, iets warms, dat hoef ik nou nog niet. Op dit moment gaat het al een tijdje na. Het is nu kwart over zes. Sinds eind van de middag ben ik nou wel aan het opknappen, gelukkig. Ik heb nog niet weer overgegeven. Ik heb ook nog niet meer dat ja, draaierige gevoel in mijn maag. Dus hopen dat het nu weg is. En dat het morgen weer de dag gewoon normaal is. En dan ga ik morgen ook maar verder met deze vlog. Want ja, zoveel is er niet gebeurd. Maar ja, niks aan te doen. En ik ga morgen verder met deze vlog. The next day. Een hele goede morgen. Ik ben gelukkig weer opgeknapt op een hele lichtelijke buikpijn nog na. Maar goed, het is echt nog heel lichte buikpijn. Daar gaan we niet om mekkeren. Gisteren voelde ik me echt zo slecht. Ik heb echt veel overgegeven gisteren. De hele dag alleen maar op de bank gelegen. Gelukkig waren Dilana en Danley gisteren dus toevallig ook vrij. Waardoor ze me hebben kunnen helpen. En Daniel trouwens ook. Dus die hebben voor mij afgewassen en gekookt. Nu heb ik hier even lekker een broodje met kaas en tomaat. Ga ik heel even een beetje YouTube kijken. Even een broodje eten. Ja, en dan ga ik hier wel eens even aan de slag. Even de wasmachine weer aandoen. Even wasjes wegwerken. Even de vloer doen. En ja, even een beetje nog opruimen weer. Maar goed, gelukkig ben ik dus weer opgeknapt. Het was echt... Ik heb vannacht trouwens wel slecht geslapen. Maar ik denk dat dat natuurlijk komt omdat ik gisteren natuurlijk de hele dag op de bank heb gelegen. Ik heb eigenlijk weinig geslapen. Ik heb heel veel wakker gelegen. Maar goed, dat terzijde. Ik ben weer opgeknapt. Dus dat is wel weer fijn. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Just don't be ignored, go ask for more.
Zo, nou, alles is lekker fris en fruitig weer binnen. En nu is het tijd om DJ en Destiny op te halen. En daar is Destiny. Hallo Destiny. Hi. Hoe was het op school? Leuk. Ja? En wat ga je hier nou weer doen? Met voor? Papa. Voor papa, hè? En hoeveel tekeningen ga je in totaal maken voor papa? 40. Ja. Gaat je dat lukken? Ja. Ja, want hoeveel heb je al? 30. En het is vandaag dinsdag, dus dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag is papa jarig. En eergisteren had je de 13? Ja. En gisteren had je de al? 30. Ja. Dus vandaag of morgen gaat ze dit wel klaar krijgen. En dan heeft papa op zijn verjaardag 40 tekeningen. Ja. Is daar heel druk mee geweest. Papa zei eigenlijk voor de gein, zei papa tegen haar, dat was wel 40 tekeningen. Dat was eigenlijk een grapje van papa. Maar Desi vindt toch kleuren leuk. Dus maak ze de 40. Ik laat het verder nog allemaal niet zien, want deze vlog komt nog eerder dan zijn verjaardag. Hè? Dan zien ze dat op zijn verjaardag. Ja. Ja. Nou. Succes, veel plezier. En teken ze. Ja. En de haartjes. Ja? Ja, teken maar erin. Wij hebben deze bij de carnavalsoptocht, toch? Ja, bij de carnavalsoptocht in Duitsland gooien ze ook speelgoed en dat soort dingen. En hebben deze kleine dinosaurus gevangen. En die moet 72 uur in het water om te groeien. Vanmiddag hebben we hem erin gedaan, maar daar waren we vergeten te filmen. Dus we laten hem nu nog even zien. Maar het is allemaal dadelijk het verschil te zien. Ja. Zie je dat? Hij is dus nu zo klein. Nou, en ik ben benieuwd hoe groot hij uiteindelijk gaat worden. Uh-huh. Er staat dat je hem 3 dagen in het water moet laten. Ja. Dus ik ben benieuwd, zit je daar goed? Ah. Nou, kom er maar af. Ja. En dan ben ik benieuwd hoe groot hij uiteindelijk gaat worden. Zo? Zo, mega, ja. Ondertussen ben ik deze vlog, wat jullie dus nu zien, aan het editen. En dan gaan we hem ook afsluiten. Desi gaat nog lekker boven op haar kamer even een filmpje kijken. Ja, mag afsluiten. Desi gaat nog boven op haar kamer een filmpje kijken. DJ is ook boven. En Daddy staat onder de douche. En dan gaan we dus deze vlog afsluiten. Dus wat zeggen we dan? Vond je deze video wel leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Nou, abonneer op ons kanaal. Doei!